Ik ben Shirley Villavicencio Pisango, 33 jaar en ik ben schilderkunstenaar. De vaardigheden waar dat jullie het over hebben, is iets die ik compleet door elkaar mix. Ik denk niet dat er echt een volgorde bestaat. Dus sommige mensen of sommige van jullie gaan wel bijvoorbeeld in plaats van waarnemen al beginnen experimenteren, al beginnen fantaseren. En pas nadien zien jullie iets en pas nadien gaan jullie iets creëren. Dus in kunst mag alles. Ongelooflijk veel. Ik vind het belangrijk om te kijken naar dingen die mij echt boeien, die mij interesseren, om ze als een soort inspiratiebron te hebben en wie weet, misschien ooit komt dat van toepassing. Ik haal inspiratie uit mensen, uit kleuren, uit reizen, uit een rommelmarkt. Ik kan inspiratie uit alles halen. Als ik naar de plantentuin ga, dan neem ik foto's van de planten, de cactussen, die hebben echt zo heel interessante vormen. Voor mij is verbeelding constant bezig in mijn hoofd. Dus vanaf het moment dat ik met iemand babbel bijvoorbeeld, kan ik mij van alles voorstellen. Als iemand zegt tegen jou dat een boom groen is, dan kun je ook zeggen, ja, maar ik wil een boom schilderen die oranje is, of paars, of blauw, en dat is allemaal oké. Moest ik een beeld echt perfect namaken, dan vind ik dat dat niet interessant zou zijn. Ik schilder nooit de lippen bijvoorbeeld, omdat dat, toen ik naar België kwam, was ik 18 jaar oud. Dus kon ik geen Nederlands. En dan heb ik echt zo die frustratie gevoeld van niet te kunnen communiceren met de anderen. En het feit dat ik die lippen onbeschilderd laat, is een herinnering voor mij. Elke tentoonstelling van mij heeft wel een thema, een rode draad die alle schilderijen verbinden met elkaar. Dat vind ik wel nodig als je naar buiten komt met een reeks schilderijen. Dat ze echt wel op een of andere manier verbonden zijn met elkaar en die iets willen vertellen. Dat de mensen ook mee zijn met het verhaal. Naarmate dat je meer en meer je verdiept in de kunst, ga je meer bewuster worden van dingen die er zijn en kijken naar andere kunstenaars en nadenken van oei, is dat wel oké? Is het wel verantwoordelijk wat dat ik doe? Want uiteindelijk, als je echt naar buiten komt met zo'n werk, dan moet je wel een boodschap kunnen geven. Ik wil echt naar buiten komen met het idee van vrouwen zijn even goed als mannen en donker is even goed als licht. Doe ik dat of doe ik dat niet? En dan kies je daar gewoon voor. Hè? Als ik schilder, voel ik me vrij. Alles is mogelijk. Ik heb het gevoel dat alles kan, dat er geen regels zijn. Dat je alles kunt uitproberen. En dat is voor mij superbelangrijk, om me vrij te voelen.